Frank de Boer, Maarten Stekelenburg en Gregory van der Wiel. De kersverse landskampioenen waren vandaag allemaal te zien op Schiphol. Vanochtend vertrok een 18-koppige selectie van Ajax naar de Verenigde Staten voor een oefenstage. Nu het afsluitende tripje naar Amerika, wat ga je daar precies doen? Nou, we hebben twee oefenwedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden. En voor ons is het eigenlijk een beetje de afsluiting van het seizoen. Dus het is belangrijk dat de meeste spelers ook dan ook meegingen. We hebben natuurlijk een heel zwaar seizoen achter de rug, maar het is voor de sponsor sowieso belangrijk. En ik denk om nog even de koppen bij elkaar te steken en goed af te sluiten, is het heel goed zo'n trip, denk ik. Frank de Boer reageerde ook op de op handen zijnde transfer van Theo Jansen naar Ajax. Theo Jansen, wat is de status? Je hebt gisteren een gesprek met hem gehad? Nou, het ziet er hartstikke goed uit. Alleen hij moet nog. Wij zijn er eigenlijk zelf wel uit, denk ik. Maar laten we hopen dat het zo snel mogelijk beklonken wordt. Het is een eigen gerijde jongen, hè, Theo Jansen? Ja, maar wij hebben een hele introverte groep. En niet dat wij helemaal extroverte spelers zoeken of zo. Maar wel jongens die hun mondje durven roeren en andere spelers op hun plaats kunnen zetten. Echte winnaar, straatvechter. Ik denk dat wij zulke types in het elftal missen. We hadden er een met Suarez natuurlijk, maar die is weg. En met zo'n jonge groep en nogmaals heel veel introverte jongens, dan is zo'n type is gewoon noodzakelijk. Dankjewel en veel plezier in Amerika. Dankjewel. Dankjewel.